En goedemorgen, het is zondag en we zijn weer wakker na een top nacht. Maar goed, het zonnetje schijnt, het wasje draait en ik ga het lekker mijn was buiten hangen. Oh, daar heb ik zo lang naar uitgekeken, want het is echt lekker weer. En licht. Dus, maar we zijn ook wakker, Roontje was een tijdje wakker. Dus, makkelijke outfit aan. Ik heb wel een trui aangetrokken voor de zekerheid. Die blijft koud houden. Dus, medicijntje nemen en even mijn dingetjes doen en dan even aan het werk. Ja, dat gaan we doen. Dus, ga mee. Hoe lekker is dat? Mijn wasje hangt gewoon buiten. Oh, hier worden we gelukkig van. En er zit nu nog een was in de wasmachine. Maar of die naar buiten gaat, weet ik niet. Want ik weet niet of het op tijd droog is. Dus. Wie doen dan? Lig gewoon als chagrinist. Lekker. Oh. Ik ben. In bed met. Draadje ervoor. Ja. Voilà. Ik denk, het is zo stil boven. Ik denk, ik ga eens kijken. Ik lig schoon in de nest. Tinkert. Lekker hoor. Een zondag voor. Ja, maar ik was gewoon lui. Lekker toch? Ja, dus ik wil gewoon in mijn nest liggen. Lekker. Ik heb zo'n hard neusje hier zo. Steekneus. Kijk, ik heb zo'n bol neusje. Ik tief dat nest uit zo. Ik lig op het randje. Ik hou hier wel vast. Ja, mijn ribben. Wel, ik heb een bol neusje en mama heeft een puntneus. Zo'n muizenneus heb ik. Diet. Ja, maar ik had vroeger ook zo'n neus als jij. Nee, ik wil geen puntneus. Ik had zo'n dopneus. Ik weet niet wat er met mijn neus is gebeurd. Zal de oude dommel zijn. Oh, kijk, ik heb een draadje. Dus. Heb je een highlighter op je neusje zitten? Ja, altijd. Een puntje van mijn neus of altijd een highlighter. Maar is nu altijd iets van niet zo. Zal ik je oog opmaken? Zo, lekkere haren omhoog. Zal ik je oog opmaken? Voor wat? Een make-up video. Ja. Zullen we ras even opmaken? Ja, kom, we gaan ras opmaken. Ja, spinnetje. Zijn we er? We gaan ras even opmaken met deze. Maar ras mag geen foundation op. Want maar wel ras, een highlight of zo. Highlighter mag wel. Maar ras heeft net een antibiotica kuurtje gehad. Voor de pukkeltjes. En dat gaat nu hartstikke goed en dat willen we zo houden. Dus even geen shit. Het is moeilijk, hè? Dus ik ga dus even kijken of moeders daar wat van kan maken. Nou, mooi hè? Laat het zo zitten. Ik kan denk ik nog beter dingen. Nou, ik zit er niet goed voor. En ik ben niet gewend om eens op te maken. Ik ram het er bij mij ook altijd gewoon om. Hopstakee. Echt koude handen, joh. Koude handen, ja. Oh, mannen, ja. Ik heb zelfs wel mijn handen, ja. Even naar mij kijken, schat. Volgens mij smeer ik het op je wang nou. Kijk even naar mij.
En dan ga ik naar die kamer kijken. Wauw. Subtiel, subtiel. Ik kan er echt niet in de reet hoor, jongen. Ik ga er boven een beetje. Onder mijn wenkie. Nee, niet op je wenkie. Onder mijn wenkie. Ja, onder je wenkie. Ik doe nog heel klein beetje donker in je... kaartboog. Wauw, ik kijk lekker naar het gothic. Kijk hem. Ik vind het wel mooi hoor. Wat de fuck heb je hier gedaan, hè? Nog niks. Nou wel. Bij mij. Nou, heel klein beetje. Je had, ooit. Zo, man, wat de fuck heb je hier gedaan, man? Wat de fuck. Oké. Ik vind eerst dat... ben ik helemaal ronden. Dit kleurt zo goed. Nee, wacht. Ik doe het even tegen. Hier, Academy. Dus ik doe het wel met het borsteltje. Oh, mijn borsteltje is goed. Slip mee. Ja, het is een verrimpelde oude huid. Bij jouw dep, want als ik ga slippen, dan slipt je huid ook mee. Dat is niet mooi. Oké, aan de andere kant. Ik ben hem echt dippend aanbrengen, hoor. Ik zie er niet uit als een clown, hè? Nee joh, alsjeblieft, zei ik niet zo joh mens. Gaat wel goed dat vasthouden, man. Vind je het er nou nu al uitzien als ik vraag me? Ik zie het niet. Ja, kijk, dat is dan in je arcadeboog. Heb ik al iets donker gedaan en dan ga ik zoiets met het lichter gebeuren. Maar hier moet het toch iets donker, net zoals die andere kant moet zitten, denk ik, natuurlijk. Even kijken. Ja, het moet wel gelijk zitten. Ja, waarom? Met het pink glittery ding. Ik ga even blazen, ja. Zag je? Wat gebeurt je even met je ogen, jongen? Ja, ik vind het eng als mensen in mijn ogen zitten. Nou, zelfs je dochter. Ik vind het zo grappig hoe ja, als ze beweging maakt toen. Oké, dan komen we weer met het bruine kleurtje terug. Ik pak gewoon even dit roze kleurtje met. Zet de fijn erop. Oh, ik weet het al. Ik heb hem met dit dingetje natuurlijk gedaan. Daarom wil hij niet werken. Ik moet één keer met de bruine terug en dan ga ik mengen. Zie, Claire. Wacht. Hoe vind je het, man? Ja. Het hebben wel wat.
Moest je ogen dicht? Jongens, ik ben gewoon... Was het niet goed? Ik heb mijn ogen... Wacht even. Is er een beetje highlight op? Ja hoor. Ja hoor. Ja, hoor. Ik ga even kijken of ik nog een highlighter heb. Waarom? Ik gebruik nooit highlighter. Dus wat heb ik er nou aan? Gaan deze eens proberen wij. Met die, ja. Met die pink, jongen. Gobbelige. Nee? Jawel, joh, doe. Bedankt. Jongens, we gaan jullie weer even neerzetten, maar hij wil niet werken. Ik ben er zo op vanaf. Nee, is pudding. Nee. Dat is Mua wel. Mua! Ik kan niet zien. Zo past hij niet. Perfect. Is ze glimmend of is ze glimmend? Ik vind het niet echt terug. Ik ben net mama. Hij is wel mooi bij hem. Niks meer aan doen. Ja. Yes. En tot zover onze fucked up make-up tutorial. Want die beauty blockers. Nou, eigenlijk eerst is het al eens niet dat ik jou gelijk ook mag opmaken. Maar de ogen is ingewikkeld. Ik vind eigenlijk wel best wel mooi staan hoor. Bij je. Sexy mama. Ja. Als je dan. Oh. Wat? Oh. Wat? Nee, hier zit het hier heel erg. Nou, blij zijn dat ik niet meer weg hoef. Nee, we gaan zo nog weg. Waar gaan we heen dan? Ik ga even wat. Nee, ik ga daar niet meer weg. Dus. Nou, ja. Vinden jullie mijn oogdoek? Ik vind het een beetje een scheef iets hier. Oké, nou ja, jij mag je meenemen. Maar ik had gisteren mijn nagels gelakt, hè? Kijk, ligt er nou weer af. Die. Helemaal fucked up gewoon. Maar ik zal even kijken of mijn wasje klaar is buiten. Lekker. En daarna ga ik kipsethee maken. Ik had nog een shitload kipsethee liggen in de vriezer. En die heb ik allemaal uitgehaald. Maar ik durf geen kipsethee uit de vriezer om te eten. Wat ik zelf gemaakt heb, notabene. Maar ik ben als de dood dat ik er erg ziek van word. Spinnetjes, zie je zo. Ja, overal spinnetjes. Dus wij gaan maar even verder. Hier word ik zo intens gelukkig van. Mijn was buiten. Mijn visjes op de bodem van de vijver. Wat is er aan de hand? Ga ze even eten geven. Oh. Dan komen ze wel hoor. Best wel fris. Het is. Dus we gaan weer naar binnen. We doen de deur een beetje dicht. Ik zet een bril op. Dus. Ja, ik ga maar even aan mijn kipsethee beginnen. Kipsethee met stokbrood en sla. Oh. Ik heb nog geen drinken. Maar, wat er wat. Dus. En we hebben een typisch weekendvoer. Satéetje met een broodje. En een beetje sla. En pindasaus. Eten. Ras wil even experimenteren. Stracciatella yoghurt in ijsblokjes vormen en dan even invriezen. Ben je benieuwd, hè? Dat is mijn idee. Want ja, het is jouw idee. Ik zat weer aan te denken van, ja, altijd als ik stracciatella heb, dan neem ik altijd stracciatella ijs van ijskoma. Oh. Ja. Nou, we gaan proberen. Jullie horen het wel of het vreet is geweest.
Ik zeg het jullie, ik ga wel filmen als ik die stracciatella blokjes ga proberen. Want maar waarmee kan ik het beste in doen? Gewoon een bakje. Ja, maar met de smaak. Wat moet ik het mixen of zo? Ja, niet. Gewoon zo eten. Gewoon zo eten. Oké. We gaan het wel filmen nou. Mijn kop ziet er echt niet uit, jongen. Ik ook niet. Ik heb een slechte haardag. Ik kom met een slechte haardag. Nou, mama gaat even een toetje verder eten en dan komen we zo bij jullie terug. Kijk, ik heb nog steeds mama de koffie. Ik heb even een slokje genomen, maar ik vind het echt wat. Nee, je drinkt zelf koffie. Nee. Wat is er zo erg aan als je zelf koffie drinkt? Nee, niet. Maakt het niet uit. Maakt heel erg uit. Altijd gezellig samen met mama een bakje drinken, s'avonds na het eten. Dat vind ik leuk. Kom, we gaan even vroeger dingen kijken. Ja. Nou, ja, maar dan moeten we even eruit kloppen. Nee, deze is nog niet echt. Nou, laat zien. De stracciatella bonbon. Oké? Ja? Dus we gaan gewoon voortaan stracciatella yoghurt invriezen. Ja? Top. Wat leuk te gaan om mij te gaan filmen. Ik heb dit al. Zo, het is weer tijd om af te sluiten. Het is bij 7:30. Kijk hier. Raam open. Zo, heig. Ik ga even lekker douchen. En dan een beetje opruimen. En dan ga ik lekker van mijn bedje tv kijken. Morgen gaat het wekkertje weer. Morgen wordt het ook lekker weer, 17 graden. Dus ik kan weer mijn was ophangen. Ja. Yeah. Dus, oké. Okay. Ja, verder eigenlijk niet veel te melden. Ik heb wel een lekker weekend gehad eigenlijk. Ja. Ja. Wat hoor ik nou? Pubers. Ga je het gewoon opruimen, zo is dat? Ik heb nog heel veel kamer gehaald. Dus. Ja, maar het trap moet ook ruimen. Ja, goed. Dus, maar goed. Ik ga hem afsluiten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je niet geabonneerd bent, even klikken ergens op mijn kopje. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!